Welkom bij FC Den Bosch TV. Ja, verliezen met 2-0 van Almere City, dat doet pijn. En daar zal ook nog lang over gesproken worden. Maar ja, het is nou eenmaal zo. En volgende week komt er een nieuwe kans en een nieuwe mogelijkheid. Goed, wij kijken even terug naar die wedstrijd. Doen dat samen uiteraard met trainer Jan Poortvliet, met Jeffrey Vlug en met Jelle de Bok. Jeffrey, verliezen van Almere City, dat moet pijn doen. Ja, verliezen doet sowieso altijd pijn, ongeacht welke tegenstander. We zijn niet in staat om tegenstanders te onderschatten. Dus of de nummer laatste of de nummer 1 op bezoek komt, dan moet voor ons niks uitmaken. Nee. Doet pijn, hè? Denk ik dat duidelijk is. Het ging allemaal goed, tot aan de 16 en dan was het de scherpte eraf. Doodzonde, want daar hadden we wel scherp moeten zijn. En daar hadden we ook gekund. Jelle, laten we eens beginnen bij het doelpunt. Wat gebeurde er precies? Ik heb de goal niet gezien, maar... Ja, ik ging in duel met een speler, ik kreeg een paar ellebogen, dat heb ik tegen de scheids ook gezegd. En hij zou het nakijken, maar goed, hij heeft het niet gezien. En ik draai me om en in een lege goal vliegt die bal binnen. Dus ik heb ook niet gezien waar onze keeper op dat moment was. Dus ja, ik zal het eens moeten kijken op de beelden, want ik heb het niet gezien. Nee. Als je naar de beelden kijkt, dan gaat het doelpunt naar jou. Oké, ja. Dus op de een of andere manier heb je de bal nog geraakt, denk ik. Ja, dat zou kunnen, maar ik weet het helemaal niet. Het zou kunnen dat het via mij ging, ja. Jelle zegt dat hij een elleboog krijgt, maar goed. Hoe heet die? Kevin. Kevin, die. Kevin slaat mis. Dus dat is het punt, denk ik. Nou ja, goed. Ja. Maar jullie hadden natuurlijk een heel mooi scenario in het hoofd. Derde of de tweede periode. En dan moest deze wedstrijd gewonnen worden. Ja, precies. Wat je zegt, deze periode wouden we ervoor gaan. We stonden er behoorlijk goed voor. Dat hebben we vandaag weggegeven, dus daar hoeven we niet meer naar te kijken. De laatste bal was vaak niet goed. Dus of slordig of te nonchalant. Ja, dat is gewoon jammer. Ik bedoel, we hebben hier vanavond gewoon een mooie kans laten liggen om goede zaken te doen. Ja, dat doet gewoon pijn. Ja. Was er geen goede communicatie tussen de keeper van Den Bosch en jij? Oh, dat weet ik niet. Ik heb hem niet gehoord, dus ja, dan was er waarschijnlijk geen goede communicatie. Nee. Hij probeerde de bal dan weg te stompen, maar hij kon er niet bij, denk ik, hè? Nee, ja, dat is jammer. Ja, ik kan er niet veel over zeggen. Ik weet niet. Ja. Wat gaat er mis bij jullie? Want je krijgt kansen genoeg. Ja, inderdaad. Kansen zat. Ik had er zelf nog twee en die mis ik allebei. Ja, die ballen moeten er gewoon in. En dan kan je jezelf kwalijk nemen. Dan kan ik mezelf kwalijk nemen. Dus daar gaat het sowieso mis, bij kansen missen. Ja. Aan de kansen heeft het niet gelegen, want die hebben jullie toch genoeg gehad? Nee, dus het doet nog meer pijn. Omdat we daar niet goed mee omgegaan zijn. En we hebben behoorlijk wat makkelijke kansen gehad ook nog. Hè? Nou, dan moet je gewoon beter afdrukken. En ik snap het niet. Ik bedoel, ik kan me ook niet indenken waar ik kan ook niet zien waar het dan ligt. Ik bedoel, de voorbereiding was goed. Ik denk dat we goed begonnen. Ik denk dat we scherp begonnen. Alleen in de laatste fase denk ik dat we te veel vertrouwen hadden. En ik denk dat je daar geconcentreerd moet zijn. Het was gewoon vervelend natuurlijk om op die manier op achterstand te komen. Ja, dat sowieso. Want we domineren eigenlijk de hele wedstrijd. We beginnen een beetje slordig, maar ja, we krijgen toch wel genoeg mogelijkheden en toch ook wel kansen. En eigenlijk de eerste keer dat zij een beetje in de buurt van de goal komen, gaat hij er op die manier in. Nou, dat is zuur. Het doet een beetje denken aan het begin van het seizoen, dat je makkelijk een goal tegen krijgt. Maar de tweede helft hebben we weer heel veel kansen, gaat hij er weer niet in. En dan de tweede keer dat ze voor de goal komen, zit hij er ook in. Ja. Dus ja, een heel efficiënt Almere. En dan krijgen jullie nog voldoende mogelijkheden, zeker de tweede helft. Want dan krijg je 3-4 opgelegde kansen achter elkaar. Dan denk je, nou, het komt wel goed. Maar het werd steeds krampachtiger, hè? Ja, maar daar zie je het al aan, hè? Kijk, zo'n bal moet er dan in, hè? Krijg je vleugels. Krijg je steun van het publiek, hè? Dus dat lijkt me logisch. Nou, dat hebben we niet gedaan. Ja, dan wordt het moeilijker. Hè? Dan moet je aanvallen. Moet je dichter bij elkaar spelen, moet je ook durven. Nou, dat hebben we niet gedaan. Op een gegeven moment gingen we toch terug. En daarom kom je ook niet aan. Maar ze gaan een keer aanvallen, ze komen een keer uit. Ja, dan valt die tweede goal. Mag niet, maar goed, het gebeurt. Is dat toch die bekende regel? Als je zelf niet scoort, dan scoort de tegenstander? Ja, dat weet ik wel zeker. Als je ziet, eigenlijk eerst heel de wedstrijd. En er was eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dan valt er een hoge bal in één keer in de goal. Ik zag niet eens precies hoe het ging. En dan sta je opeens 1-0 achter, dan ga je de rust in. Probeer het nog om te zetten. Ik denk ook dat we daar weer daarna de kansen voor hebben gehad. En die missen we allemaal. En dan weet je dat er op een gegeven moment ruimte komt te liggen bij ons. En daar gingen ze goed mee om, dus 2-0. Is er een vergelijk te maken met vorige week? Bij MVV krijgen jullie ook veel kansen, de bal gaat er ook niet in. Dat is wel een vergelijkingspunt. Ik denk dat we in beide wedstrijden heel veel gecreëerd hebben. Dus
ondanks dat we verloren hebben, tweemaal een positief punt. Maar ik vond MV toch wel sterker en daar hebben we echt wel onder druk gestaan. En ik vond niet dat we vandaag onder druk gestaan hebben en weggevoetbald geweest zijn. En bij MVV hadden wij in de eerste 10 minuten toch wel zoiets van, wow, wat gebeurt er hier? Dat hadden we vandaag absoluut niet. Dus het is te vergelijken dat we beide wedstrijden heel veel kansen hebben gehad en beide wedstrijden niet hebben gescoord. Ja. Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Ja, geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik wil niks liever dan die bal erin schieten, maar hij gaat ernaast. Dus, Want als je aan het einde van de wedstrijd ziet, om even als voorbeeld, zelfs Randy Wolters met een leeddoel krijgen we niet in. Nee, precies. Maar meestal als het dan zo'n avond is dat die ballen er niet in gaan, dan gaat ik werkelijk wel helemaal niks erin. En dat zal wel te zien dan. Ja. En dan hebben we nog genoeg kansen in die korte tijd om wat te doen. En dat hebben we niet gedaan. Ja, maar zelfs zo'n laatste bal van Randy wilde niet in. Hè? Dan is de goal leeg. Dan kan hij maar zo inschuiven. Hoe moeilijk is het dan? Hè? Dat zegt toch iets over de scherpte waarmee we gespeeld hebben. In de beslissende dingen. Want je mag natuurlijk niet verliezen van Almere City. Hè? Nee, maar we hadden de eerste 4 wedstrijden van het seizoen ook niet mogen verliezen. En dat hebben we ook gedaan. Dus we doen het niet met opzet. Maar die had echt niemand verwacht. En wij ook niet. En, ja. Die moeten we inderdaad eigenlijk altijd winnen, maar het is helaas niet gebeurd. Ja. Wat heeft de trainer onder de rust tegen jullie gezegd? Want er moeten toch mogelijkheden zijn om dit om te draaien? Ja, precies. De eerste helft waren we, vond ik, betere ploeg de eerste helft. En wat je zegt, daarom, je loopt in het mes van de counter, zeg maar. Hij was nog geen eens een counter eigenlijk, gewoon een hoge bal die er in één keer in rommelt. En dan moet je het omdraaien eigenlijk naar rust. Maar we waren niet bij kracht om dat te doen. Wat betekent dat voor de periodetitel? Is dat over en uit? Deze periode is gewoon over. Hè? Je moet niet gaan dagdromen. Ik bedoel, wij hadden vandaag moeten winnen om daar mee te doen. Ja. Dat hebben we niet gedaan, dus gewoon kloten. Ja, als je een beetje realistisch bent, dan moet je sowieso de overige wedstrijden winnen. Dat is al een pittige opdracht op zich, maar dat kan. Maar dan zijn er waarschijnlijk geen ploegen die nog zoveel punten laten liggen. Ik weet niet hoe de stand nou is in de periode, maar die zoveel punten laten liggen dat wij er nog overheen kunnen komen. Dus ik denk dat wel een hele moeilijke zaak wordt, ja. Is nu het lijntje een beetje gebroken van jullie goede spel in de afgelopen periode? Nou ja, het spel was op zich nog geen eens heel erg verkeerd, denk ik, vanavond. Feit is wel dat je 2 wedstrijden op rij verliest en daar kan je natuurlijk nooit tevreden mee zijn. Ja. En hoe ziet het er nu uit wat de tweede periode betreft? Ik heb geen idee. Ik denk dat we er ook even niet naar moeten kijken. Ik denk dat we gewoon ons moeten concentreren op Telstar thuis en wat je zegt, de mensen achter ons krijgen en er een mooie wedstrijd van maken. Ja. Is dat frustrerend? Want als ploeg draai je eigenlijk goed. Je doet, want iedereen doet zijn uiterste best. Er worden kansen gecreëerd en je gaat met lege handen naar huis. Ja, dat is heel frustrerend. Kijk, in het begin van het seizoen verloren we ook, maar toen hadden we niet echt heel veel recht van spreken. Maar nu hebben we eigenlijk redelijk goed gevoetbald. Het is nog allemaal niet zoals het moet zijn, maar we hebben heel veel kansen gecreëerd. En ja, het is zo zonde dat we dat niet in een goal kunnen omzetten. Want als we hier voorkomen, dan spelen we dat met 2 vingers in de neus uit, die wedstrijd. Dan maken we 2-3, 4-0. En die bal vliegt er maar niet in. En ja, dan is dit het resultaat, helaas. En hoe krijgen we Jeffrey Vlug zo scherp dat hij die ballen er wel in krijgt? Ik heb geen idee. Ik ga er deze week eens goed over nadenken. En ik hoop dat ik ze de volgende week wel inschiet. Het zou wel moeten lukken, zou je zeggen. Maar het zal wel wat moeten veranderen dan. En nu? Uithuilen en opnieuw beginnen? Ja, helemaal opnieuw beginnen niet. Hè? Want we kunnen wel nog bouwen op een paar goede resultaten in het recente verleden. Maar we moeten wel even weer de kopjes bij elkaar steken en gewoon positief eruit halen. En vrijdag gewoon de boel hier op zijn kop zetten. Het ligt toch niet aan het systeem, hè? 4-4-2, hè? Nee, ja, ik zou niet weten waarom. Omdat jullie misschien toch iets te weinig druk hebben op een gegeven moment als zij met mannenmacht in de verdedigingen zitten. Want het is een soort handbalverdediging, hè? Ja, in principe gaan ze bij een 2-0 voorsprong natuurlijk sowieso voor de pot hangen. Dus ik denk dat als je dan 4-4-2 wordt dan eigenlijk 4-2-4 met Randy links buiten en mij op een gegeven moment rechts buiten. Dus dan heb je eigenlijk nog meer druk als je met 3 spitsen hebt. Dus dat is niet het geval wat je zegt. We hebben het er van de week over gehad, Jan. Je zei die overwinningen van Almere tot nog toe, dat zijn mazzeltjes, hè? Is dit ook een mazzeltje? Nou, die heb ik gezien. Dus op een gegeven moment is geen mazzel meer. Dus laten we maar gewoon eerlijk zijn, op een gegeven moment is geen mazzel meer. Ik kan er echt niks aan doen. Ik zou graag eens een keer zo willen winnen, maar helaas. Helaas zit er niet in.